Dit is de gletsjer van het Franse Ledeuzalp op 3300 meter. Jaarlijks vindt hier de Oxbow Snowboard Opening plaats. De Nederlandse snowboard scene en de freestyle skiers komen hier dan bijeen om te trainen en om officieuze wedstrijden te rijden. En dit is ook de ideale werkplek van Rutger Geerling, beroepsfotograaf, Rotterdammer, die beroemd is geworden door zijn snowboardfoto's. Sweet, I like. Waar let jij op bij het maken van je foto's? Nou, het is heel moeilijk om waar je op moet letten met foto's. Er zijn heel veel verschillende dingen. De hoeken, het licht. Het is een samenspel van de snowboarder en van jou. Ja, en je moet een beetje mooi weer hebben. Hè? En je ziet vandaag, het is echt werkelijk waar fantastisch. Dit werk is niet helemaal zonder gevaar. Ik zag je net onderaan de schans liggen waar die borders echt, nou, ik denk een metertje over je heen komen. Weet je precies wat je doet dan? Ja, ik ben vandaag een beetje roestig, moet ik eerlijk toegeven. Normaal spring ik iets sneller weg. Ik zie wel door de zoeker heel goed waar het heen gaat. Dus ik ben altijd wel heel bewust dat ik heel snel moet wegspringen. Maar voor de mooiste foto's moet je een gokje nemen. Ik klop hem af. Er zit de houten kern in mijn bord. Maar het is al 8 jaar geleden voor het laatst geweest dat er een snowboarder zich om me heen heeft gevouwen. Daar ben ik erg mooi mee weggekomen. Ik heb 3 maanden last gehad van mijn rug. Maar sindsdien kom ik er mee weg. Dus wat dat betreft, telelens is een stuk veiliger. Alles is gewoon puur natuur. Kijk, en op een schans is het natuurlijk, ja, daar komen ze heel vaak voorbij zetten. Dus dan is het niet zo moeilijk. Maar als je off-piste gaat, dus buiten de piste van die prachtige poedersneeuwfoto's, ja, dan werk je echt met walkie-talkies. En dan is het heel nauw. Dan moeten die snowboarders echt op binnen 10 meter hun bocht draaien. En dan moet je alles moet perfect kloppen. En als het dan lukt, ja, dat is de ultieme kick. Ik kan het niet anders zeggen. Wanneer is een foto echt gelukt? Ja, dat is heel moeilijk. De positie van de snowboarder moet natuurlijk heel mooi zijn. Snowboarders zijn echt een beetje mierenneukers, als ik het mag zeggen. Het jasje moet goed zijn, de houding moet goed zijn, de kont mag niet te ver naar achter. De armpjes mogen niet zo zwaaien. Nee, dat moet allemaal netjes zijn. Dat is heel belangrijk. En het moment natuurlijk. Ja, als jij iemand helemaal te vroeg fotografeert, dan heeft hij zijn bord misschien nog helemaal niet beet gepakt, terwijl het daar wel om draait. Dus je moet goed kunnen timen. Weet je trouwens dat jij voor vele beginnende fotografen zelfs een held bent? Ja, dat heb ik begrepen. En daar moet ik altijd van gaan blozen. Ik ben gewoon Rutger. Moet je ook een beetje gek zijn om dit werk te doen? Je moet er heel veel liefde voor hebben. Ik denk dat het geldt eigenlijk voor elke. Als je hart en ziel hebt voor wat je doet, dan kan je alles bereiken. Want ik ben 5-6 maanden per jaar reis ik naar de mooiste plek op aarde. En ik word ervoor betaald. Ik heb er een mooi leven. Ja, dat is iets om echt heel gelukkig van te worden. Ja, dit is heel mooi. Laten we hem nog wel even zien. Klik, klik.